wat heb ik gehoord? Kom jij op Dierendag op 4 oktober hier naar Apel om samen met mijn collega's en mij te dansen voor de Makies en de Varies? Gaaf joh, dat gaat hartstikke leuk worden. Op Dierendag gaan we allerlei leuke dansjes doen en één daarvan dat is de Makie Move. Nou, er zitten allerlei pasjes in die lijken op bewegingen van de apen. Nou, hoe die eruit zien, dat ga ik je zo voordoen. Let maar op en ga maar lekker mee oefenen. Zo, zijn jullie er klaar voor? Ik heb mijn danskleren aan. En we gaan beginnen met de eerste pas en dat is de zonnestep. Nou, waarom die zo heet, dat leg ik op 4 oktober wel uit. Maar we gaan beginnen met ons linkerbeen. Die zet je schuin naar voren. Dan zet je je andere been ernaast. Dan ga je weer terug. En dan die andere er ook weer naast. Nou, dat tel ik mee als uit, uit, in, in. Uit, uit, in, in. Dan gaan we ook de handen erbij doen. Als je ene hand of ene voet naar voren gaat, gaat je andere hand mee. En dan gaat die ook weer mee. Dan ga je terug, gaat je hand weer naar binnen. En zo ziet het er dan uit. En dan ga je dus uit, uit, in, in. We gaan steeds sneller. Uit, uit, in, in. Uit, uit, in, in. Uit, uit, in, in. Uit, uit, in, in. Nou, op 4 oktober gaan we 3 keer uit, uit, in, in doen. Dan doen we nog 1 keertje uit, uit. En dan maken we een sprongetje naar achteren. Dat ziet er zo uit. Uit, uit, in, in. Eerste. Uit, uit, in, in. Tweede. Uit, uit, in, in. Uit, uit. Jump. En als we springen, dan gaan we nog wat roepen. Maar dat zie je op 4 oktober. Nou, de volgende pas die we gaan oefenen heet de roodbuik shuffle. En die ziet er als volgt uit. Je gaat heel iets met je benen uit elkaar staan. Dan ga je zo met je billen heen en weer. Ik hoop dat jullie dat goed kunnen. En terwijl je met je billen heen en weer gaat, maak je 4 kleine pasjes naar voren. Dan gaat hij. Hé, daar heb je een echte roodbuik. 1, 2, 3, 4. 4 naar voren. En 4 naar achteren. 4 naar voren. En 4 naar achteren. Nou, je gaat ook nog wat met je handen doen. Als je naar voren loopt, doe je zo. En als je naar achteren loopt, dan ga je zo. Let maar op, dat ziet er zo uit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nou, er komt nog iets bij, maar dat zie je op 4 oktober wel. De laatste danspas die we gaan doen, dat is de Sivaka hop. Kunnen jullie hinkelen? Gewoon hupsen op één been? Dat is niet zo moeilijk, hè? Nou, alle keren als je weer op de grond terechtkomt, dan ga je met dit been voorzichtig even met je tenen de grond aanraken. Je gaat er niet op staan. Je raakt alleen maar even, hup, de grond aan. Dat ziet er zo uit. Maar nu gaan we het nog wat moeilijker maken. We gaan verplaatsen. We gaan die kant op en dan gaan we 8 hupjes doen. Komt-ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu moet je ook weer terug. En dat doe je op je andere been. Komt-ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gaan we weer terug. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wisselen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er komt ook nog wat bij met de handen. Maar dat zien we dan ook 4 oktober wel. Nou, dat was het. Heel veel succes met oefenen en tot 4 oktober. Doei doei!